Annie's Feline-tip. Welkom, daar zijn we weer. Vandaag over het hebben over artwork, over de hoezen van dat beest. Vorige week zaten we bij Sounds, of een paar weken geleden, weet ik niet meer. En toen heb je, waarom dat de lui weer zo gek zijn op dat beest. Nou, namen ook om de hoezen. Nu heb ik toevallig de Rolling Stones op staan. Kiki, joepie. Kent ze de gummer? Dit is leuk. Hier, Elvis Costello. Oliver's Army. Kiki, wat ze nou mee moest doen om een LP te draaien? Nee, Kiki, gek. Dit maakt het wel. Chic, waarom dat voor die LP's toen kochten. Hier de bezoekers nog recentelijk van vorig jaar. Die hebben een kiekdoos gemaakt van het concert in Paradiso. En dan kan ze zo naar het podium kijken. Ja, ik weet niet wie het werkt, allemaal. Maar dit is ook dit. En dan plakken ze de CD plakken ze achterop. CD is niet belangrijk, LP. Of ze zetten gewoon niks erop. De witte LP van de Beatles. Alleen maar de Beatles kent ook. Hier, Electric Light Orchestra. Dit is hoe is dat ruimteschip, weet ze het nog? Oh, wacht, ik heb hem liggen. Wacht. Wacht, ik heb hem liggen. Mr. Blue Sky. Weet ze hem nog? Hier, kijk wat ze erin hebben dan. Een complete kaart. Waar ze het ruimteschip van ILO kan snel maken. Voor toes op die slaapkamer. Ja, maar dit is toch... Kijk, dit is waarom dat weer van platen houdt. Dit is waarom dat het deed. Of, wie Roxy Music vroeger, gewoon een paar zo'n meisjes erop. Want, dat moest ik voorstellen. Wacht, ik zet hem even. Als het door zo'n platenzaak loopt, die plaat die vooraan in die back zo, die moet wel een beetje die aandacht trekken. Hè. Dus als er een paar zo'n folie op zet. Maar het kent ook eens fout gewoon. Het kent ook fout gewoon. Bob Marley met zijn Babylon by Bus Tour. Dat zo is eigenlijk in zitten in het Fortuna Stadion optreden. Maar dat ging niet door, daar kregen ze geen vergunning voor. En toen zijn ze naar de Ishal in Gelende, Glanerbrook gegaan. Maar ja, door de platen, klaar. Jammer dan, kent ook fout gewoon. Andy Warhol met de Velvet Underground. Ja, bedoel, Andy Warhol, beroemder kent ze hem niet hebben. Der maakt de hoezen voor Lou Reed, voor de Velvet Underground. De Bonzo Doc Duda Band. Er zit gewoon een compleet boek. Een boek waarin kan ze lezen. De Bonzo Doc, ja, dit is... Maar dit maakt het zo chic. Alice Cooper. Hier, kijk hier. Alice Cooper. Dit is ook een van de redenen waarom dat veel vroeger platen kochten. De Tubes. White Punks on Dope. Nogmaals, ik ken er... Oeren over kallen. Mijn volgende gast zit voor de deur. Dat is een kunstenmaker. Misschien heeft hij ooit een hoes ontworpen. Maar dit is een van de redenen waarom dat veer vinyl kopen. De hoes, dat is een heel groot voordeel. Ik hoor hem. Ding dong! De gast is binnen en je rooit het nooit. Een mevrouw, een dame, een meidje in de uitstelling. Voor de eerste keer een Tonny's Vanille Tip. Daphne Brancard. Proost. Fijn dat ze er best. Proost, leuk. Tony. Daphne, oh, dan mogen we drinken natuurlijk. Hallo. Daphne en een stapel platen bij zich. En Daphne, hoe gaan we met beginnen? Ik zie, hebben ze een groot schilderij bij. Waar gaan we met beginnen? Tony, Exodus, Bob Marley. Ja. Ik heb helemaal geen verstand van muziek. Maar muziek is voor mij puur... emotie en herinnering. En het nummer wat ik heel graag met jou zou willen luisteren, ja, is Tweedle Birds. Yes, en waarom? Waarom? Even in het kort. Ik heb een schilderij gemaakt voor mijn zoon. Ja. Mijn zoon is groot fan van Ajax. Three Little Birds is het nummer van Ajax. Ik ben opgegroeid met Bob Marley en mijn kinderen nu ook. En, maar, je wilt zeggen dat ze gewoon een pick-up toe is, toch? Jazeker. Die ken je al rijden die platen. Jazeker. Wie had ze niet ken je? 21 en 17. Ah, te gek. Ja, dit is nu, ja, opvoeding. Maar dat bedoel ik, de new generation. De new generation op vinyl. Ja, geweldig, ja, ja, toch? Het geen Fortuna. Nee, het is eigenlijk Ajax. Ja, 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 goed.
Three Little Birds. Ja, ik wist het graag niet dat dat van Ajax was. Maar dat is zo'n plan. Wat hebben ze nog meer? Wat hebben ze nog meer? Ja. Doe maar, hè. Nee, jeugdsentiment. Doe maar. Ja, Ton. Jeugdsentiment. Doe maar. Was toen met die ja. Wie heet dat? Die zweetbandjes en de sokken. Ja, alles. Maar dat hebben ze ook een... Wacht, zet de doe maar even op. Ja, van doe maar... kon geen ander nummer zijn dan de allerlaatste keer. Allerlaatste keer. Want vanaf dat ik denk 15, 16 ben, treden ze constant de allerlaatste keer op. Dus just the WW band, die treed je ook nog de laatste keer. Ja. Maar goed. Heel lang verhaal, heel kort. Pinkpop, 1983. Met de appelen. Oh. Aan de eieren. Ik ging er naartoe met fietsje, met mijn beste vriendin. We konden niet naar binnen, we hadden geen geld, we mochten niet van onze ouders. Dus na Doe Maar gingen we met het fietsje weer terug naar Turk. Wacht even, de best nog gelijnd gefietst. Ja. Best boet in het hek bleef staan, heb je naar Doe Maar geluisterd. Ja, en toen terug. Maar wat ik niet wist, was dat het nichtje van mijn beste vriendin werkte bij het management van Doe Maar. Dus die ging stiekem terug, want er mocht maar één iemand naar binnen. Of ja, twee iemanden met haar moeder. En die ging stiekem met de auto terug en die mocht naar binnen. Maar die wist dat dus al wie dat met dik nog gelijnd vindt. Jazeker. Die wist al dat... Jazeker. Dus je mee al af. Non de jus. Dus ze kreeg een kus van Ernst Jans. Ja, mijn wereld was te klein. Ja. Maar ja, heb goed. Ze hem gehouden? Is ze de hoed? Ik heb het te vergeven. Jaren later, in 2002, zat ik bij Boudewijn de Groot. Boudewijn de Groot. Ik ken die man achter de piano en het was Ernst Jans. En na het optreden kwam hij naar me toe en gaf mij 3 zoenen. En toen lag ik 2-1 voor. 3-1 lag ik voor. 3-1 lag ik voor. 3 muulkes van Ernst Jans hier in Daphne. Maar wat deed hij bij Boudewijn de Groot? Daar speelt hij al vanaf 1974 of zo. Ja, hey, dat wist ik ook niet toen. Maar die vriendin is die nu nog helemaal die vriendin. En die is nu jaloers op tegen, of nee? Goh. Dus zo kent het gewoon in het leven. Het is alleen maar emotie. Vinyl is alleen maar emotie. Ja. Daphne, we gaan afsluiten met 1 plaat nog. Die gaan we nu even opzetten. Daphne, Nina Hagen, daar wou ze met stoppen. Wat heb ze met Nina Hagen? Eigenlijk niet zo heel veel, behalve dat ze met Herman Brood getrouwd is geweest. Daar ben ik ook groot fan van. Ja, dit is gewoon mijn lijflied. Dit nummer? Altijd al geweest. Unbeschreiblich weiblich. Für dich, dich, für dich, dich. Lijflu, als je ook een verhaal hebt bij een plaat, mail even naar dit e-mailadres. Dan kom je in de uitzending, je kunt je verhaal doen, net zoals Daphne. Over emotie, over muziek, over... maakt niet uit over wat, als het maar over platen geeft. Daphne, bedankt. Chic dat ze er was. Nou, nog één keer, hè? Nog één keer. Proost. En Nina Hagen. En Nina.